Ja, met deze mooie muziek schuiven we meteen weer hier bij Studio RB rechtstreeks, hier bij mij aan tafel, Maarten, de enige echte cabaretier. Dag Maarten. Hey. Ja, het is een tijdje geleden, of eigenlijk, ik heb jou net op een website gezien. Hè? Ja, je staat daar ook al te blinken, de glorie. Met schmink ook. Even heel praktisch, Maarten. Cabaretier, ben je dat? Word je dat? Of kan je dat leren? Of hoe zit het in elkaar? Ja, dat is wel leuk om met een vraag te beginnen die me direct vastzet. Hè? Dat is een beetje het kip en het ei, denk ik. Maar ik denk dat je geen kip kunt worden zonder dat je in het ei gezeten hebt. Dus, ik denk dat je als cabaretier geboren wordt. Ja, ja, oké, okay, fijn. En dan zie ik die schitterende lach en de blinkoogjes verschijnen. Dus we zitten goed. Okay. Jawel, jawel, waarom wil je een publiek entertainen? Deed je het vroeger al als kleine dreumes? Of? Ja, het is eigenlijk vrij gênant. Ja. Ik ben... altijd bezig geweest met dingen omdraaien of dingen net kapot maken of bijna kapot maken. En de roep werd al snel, bijvoorbeeld als er iets ontploft was of rook of dergelijke, rustig jongens, Martenist. En dus dat is ook de naam van de website geworden. Ja, Martenist. Martenist. Ah, vandaar. Oké, okay, ja. Ik snap het nu. Ja. Ja. Dat is goed. Het klinkt dik en nekkig, maar dat was niet de bedoeling. Nee. Dus Marten is het, ja. Ja. Maar als je dat verhaal erbij bedenkt, dan denk je van het is eigenlijk vrij gênant. Ja. Ja. Nee, voor jou niet in ieder geval. Ik heb je bezig gezien, dat vond ik wel leuk of uniek ook, dat je op je website al wat clips staan hebt, hè, van hoe je theatershow verlopen is. Ja. Was dat in het depot in Leuven toen? Of dat was het depot in Leuven, 2 jaar geleden. En dat was mijn debuutprogramma. Ja. Ja, dus mensen zeggen van, hey, je moet iets doen met je muziek, je bent nu al zo lang bezig, breng het op de planken. Ik deed al vaak op de planken, kleine dingetjes en dergelijke. Maar doe het nu eens groot. Dus ik vroeg een band achter mij en we keihard geoefend. En dat was een show en die zaal zat praktisch vol en we wisten niet wat er gebeurde. Ja, ze leken wel heel enthousiast ook. Het was enorm. Het was echt wel knap en inderdaad een heus orkest. Ik had het zelf niet verwacht eigenlijk. Ja. Ik dacht, ik doe maar iets. Mag ik even een paar namen gooien? Ik zag zo af en toe zelfs op het clipje al een beetje de stijl van Paul de Leeuw. Ik zag zelfs kleine trekjes van Antoon Hermans verschijnen. Dat is mijn grote voorbeeld, Thomas. Ja. Moet ik eerlijk zeggen dat ik moet oppassen dat ik hem niet imiteer. Dat ik, het mag, het zou kunnen. Doe je graag imitaties ook? Of, nee, ik zou het niet kunnen, denk ik. Nee, toch niet. Mezelf imiteren ook wel. Oké. Maarten, je hebt hier al een beetje soundcheck gedaan in de studio. Je zingt ook liedjes. Maak je die teksten zelf ook? Of hoe doe je dat? Ik heb een hekel aan dingen van een ander. Dus niet dat ik mezelf zo goed vind, weer. Het klinkt 2 keer al dik en nekkig, maar ja, ik kan alleen maar mijn eigen materiaal brengen. Dus mijn muziek en mijn teksten zijn van mezelf. Ja. Zeg, wanneer ben je blij van een avond die geslaagd is? Hè? Je hebt dat in het depot in Leuven toen gedaan. Je gaat het terug doen op 3 april in Tienen, in de Kruisboog. In de Kruisboog. Met het project Gentlemen in Oorlog. Jawel, de nieuwe theatershow, ja. Ja. En dus in Genk hebben we die al gedaan. En ik was er heel blij, waarom? De zaal zat goed. De zaal zat in het programma, de zaal zat... ik heb zelfs een schoen tegen mijn hoofd gekregen. Huh? Dat was voor mij het bewijs dat het goed zat. Ja, ik had ze zo gek gekregen dat we op een gegeven moment gaan we oorlog ontwikkelen. Vandaar die naam ook, oorlog. En dat probeer als gentleman te doen natuurlijk, dat lukt niet. En de mensen werden helemaal gek en ik kreeg een schoen tegen mijn hoofd. Dat vond ik echt... Toen wist ik, de avond is geslaagd. Ja, toen de mensen konden niet meer. Het is heel gevarieerd, hè, Maarten, wat je doet op theater, op scène. Ja, ze noemen me cabaretier, hè, dat is dan de titel. Maar in Nederland bijvoorbeeld, als je zegt van ik ben cabaretier, dan verwachten ze ook dat je muziek zou kunnen maken. Maar in België is dat een beetje stand-up, maar dat doe ik helemaal niet. Dus er zitten sketches in dat je zou kunnen zeggen van als je dat allemaal bij elkaar gaat mixen, dan heb je stand-up. Maar het is een mix van Paul de Leeuw, van stukjes, van sketches, slapstick, serieus ontroeren. Probeer ik ook. Ik zag het op je site ook inderdaad. Hè, dat je zegt van, onder andere ook, ik geloof in een god met humor, anders zou je mij niet gemaakt hebben. Of dat is die onderlaag. Ja. Snap je? Dat weten dat je er eigenlijk... Ik sta er niet alleen. Ja. Dus ik sta er niet zonder band, ik sta er niet zonder manager. Als ik niet geboren was geweest, dan had ik er ook niet gestaan. Dus een beetje, probeer een beetje klein te houden. Ja. Dat is een beetje die... Ja. Ja, op het podium wil je mensen ontroeren, zeg ik ook nog op je site staan, lachen, maar af en toe ook eens bij het leven doen stilstaan. Dan is mijn avond geslaagd. Ja, als ik alleen slapstick zou brengen, dan gaan de mensen ook een stukje met een leeg gevoel naar huis. Omdat de doos is hol eigenlijk nog. En als je een beetje laat voelen van waarom we eigenlijk lachen, wat het leven eigenlijk is, en dan gaan lachen, ja, dat is nog dieper, dat is nog mooier. Is het rijker. Het palet is een beetje ruimer. Oké, je begon met de lach en je eindigt hier aan tafel met de lach.